Dit is een vochtig hooiland. We gaan hier maaien, maar voordat we gaan maaien gaan we een fauna check doen. Een fauna check is eigenlijk het perceel vlak voor het maaien controleren op aanwezige zoogdieren of weidevogels. We hebben een drone die heeft een warmtebeeldcamera. En met die warmtebeeldcamera kunnen wij het contrast zien tussen het koudere gras en de warmte van de fauna die er zit. Kijk, dit is de vliegroute. En eigenlijk kunnen we dan de drone het werk laten doen. Hans die houdt de drone in de gaten en eigenlijk de tweede persoon, omdat wij het eigenlijk altijd samen doen, die houdt het beeldscherm in de gaten. En eigenlijk kun je nu heel mooi zien een splitscreen van het normale beeld en een warmtebeeld. En zo kunnen wij op het warmtebeeldcamera het verschil in de omgeving zien. En door wat ervaring kun je ook zien welke vorm welk dier heeft. Naar aanleiding van onderzoek blijkt dat ze vrijwel geen last hebben van de drone. En wij proberen ook altijd zoveel mogelijk afstand te houden. Als een ree bijvoorbeeld rustig aan het eten is, dat is gewoon een heel goed teken dat hij geen last heeft van de drone. Je ziet dat hij gewoon rustig doorgaat met zijn leven. We zien hier een klein kruidenweidje, super mooi weidje met veel verschillende kruiden. Uit ervaring weten we dat waarschijnlijk hier een reegeit met twee kalfjes ligt. Dus we gaan de drone weer erbij pakken en dan gaan we het even vliegen. Ja, het verbaast ons soms ook wel eens hoe dicht bij het pad ze eigenlijk liggen. Daarom is het dus zo belangrijk dat iedereen op het pad blijft, maar ook die hond aan de lijn blijft, zodat je die hond niet het spoor krijgt en er toch op afgaat. Daar zit iets. Ja. Wil je hem eens laten zakken? Wat we gaan doen is we gaan het ree opzoeken. We gaan hem heel voorzichtig met heel veel gras in onze handen voorzichtig oppakken. En we gaan hem even buiten het perceel leggen, in de bosrand. Dat houden we in de smiezen. Het perceel wordt gemaaid. En je ziet eigenlijk al gauw genoeg dat het moederree het kleintje gewoon op komt halen om het hier weg te halen. Maar dan hebben we eigenlijk ons doel bereikt. We hebben kunnen maaien, maar we hebben eigenlijk alles kunnen vinden wat zich in het perceel bevond. En er voorzichtig uit kunnen halen. Maar het is dus wel heel erg belangrijk dat je niet met je blote handen het ree pakt, niet tegen je aanhouden. Dat je er alles aan doet om geen menselijke geuren op het kalfje achter te laten. Want dan zal de moeder het eventueel kunnen afstoten. Dus het is een hele delicate operatie. Maar fijn dat we er een hebben kunnen vinden. Zonder drone werd dit lopend gedaan. Wat je dan eigenlijk doet is in een lijn lopen. Om zo het hele perceel uit te kammen. Maar je kunt een ree heel moeilijk zien liggen. Dus je hebt geen 100% garantie. En je bent ontzettend lang bezig. Je bent gewoon 2 uur aan het lopen met geen 100% garantie. En je ziet met het vliegen met de drone dat je binnen een kwartier een heel perceel van een paar hectare kunt uitkammen. Met 100% garantie. Dus dat is echt super. Dus nu kunnen we met een gerust hart maaien.